Ik had al gezegd, hoe gaat je die dan plaatsen? Een zenerdiode gaat je altijd een sper plaatsen. Hoe ziet je dat die, deze een sper is? Hier is de plus. Hier plus, plus, plus. De pluskant staat aan die kant. De min staat aan die kant. Dus je ziet inderdaad dat die diode in sper is aangesloten. En dat het in dat geval ook de zenerwerking kan in actie schieten. Hier is een vraag van, hè, als je deze component, hè, dat is nu de 1N756, hè, die heeft een zenerspanning, hè, VZ is gelijk aan 8,2 volt bij 25 graden, hè, wat is de kleinste belastingsweerstand die kan gebruikt worden zonder dat die zenerdiode zijn werking verliest? Hoe gaat je dat berekenen, hè, die kleinste belasting? Ja, dan moet je weten van, hè, wat is de stroom, hè, die er gaat lopen als er geen belasting aanwezig is. Als er geen belasting aanwezig is, ja, dan mogen je eigenlijk dit wegdenken. En dan kun je, ja, hoe bereken ik nu de stroom die hier gaat lopen in dit circuit? Wat heb ik gegeven? Ik heb hier de ingangspanning gegeven. Ik weet, ik mag hier veronderstellen van een ideale zenerdiode. Dus eigenlijk, die zenerspanning is 8,2 volt, dus ik mag dit vervangen door een spanningsbron die tegengesteld is aan de ingangspanning die 8,2 volt bedraagt. Hoe weet ik dan wat de stroom is door die component? Ja, dat is heel simpel. De stroom in die kring is gelijk aan de spanning aan de ingang min de spanning over die zenerdiode. Dat is de spanning die nog over die weerstand staat. Als ik dan deel door de weerstandswaarde, dan heb ik de stroom door die weerstand. Als je dat mooi invult, heb je 18 volt min 8,2 volt. Delen door 1 kilo ohm is 9,8 milliampère. Dus, dat is ook dan... De stroom die er gaat lopen bij maximale belasting. Dat staat hier misschien properder weergegeven. Als we dan moeten gaan kijken van was die belastingsweerstand die stroom gaat breken, die stroom gaat veroorzaken, ja, dan is het 8,2 volt. De stroom die daardoor gejaagd wordt, dan kom je uit dat als dit een weerstand is van 837 ohm, dan heb je hier die maximale stroom die door je diode gaat. Moet je altijd zorgen dat de weerstand, dat die 837, dat is eigenlijk de kleinste weerstand die je kunt gaan gebruiken. Want als die weerstand kleiner wordt, dan gaat je uit de zenerwerking of buiten de zenerwerking. Dus hier nog eens schematisch weergeven. Zenerdiode altijd een sper aansluiten. En die gaat ervoor zorgen dat de spanning over je belasting constant blijft. Zolang je tussen de kniestroom en de maximale stroom blijft. Om te zorgen, om dat nog eens aan te tonen, is hier terug een nieuwe schakeling. Hier is in dit geval gevraagd, die was aan de belastingskant. Dat was bij... deze slide, moet je kijken, was er aan de belastingskant restricties? Maar je zou het ook kunnen zeggen bij deze oefening, ja, was in de restricties aan de ingangspanning. Dus hoe fel mag mijn ingangspanning variëren om toch ervoor te zorgen dat die zenerdiode binnen zijn zenerwerking blijft? Was er gegeven die IN4733? Dat is toevallig een diode die ook uit die datasheet van even geleden komt. En als je naar die datasheet gaat kijken, wat kon je daar aflezen? Die zenerimpedantie is 5,1 volt met een stroom van 49 milliampère. De kniestroom is 1 milliampère en de zenerimpedantie is 7 ohm en het maximale vermogen was 1 watt. Dan is de vraag van hoe bepalen we nu de boundaries van uw ingangspanning als dat gegeven is. Hoe gaat je daarmee aan de slag? Ik zal misschien samen met jullie even overlopen. Ik ga proberen op deze slide dat te tekenen. Misschien even om nog eens te herhalen. Dus wat moeten we zoeken? We hebben onze zenerdiode. Die zenerwerking is tussen twee gebiedjes. Hier bij IZK, dat was de kniestroom.
En hier bij IZ max, wat bepaald wordt door het maximale vermogen. En daartussen is die zenuwwerking, dus eigenlijk moeten we ook die twee uitersten eens gaan bekijken. En dan beginnen we eigenlijk eerst deze te bekijken, de kniestroom. Als IZ, de stroom door uw diode, gelijk is aan de kniestroom. Wat is dan de spanning aan de ingang? We moeten in dit geval, gaan we uit van een, in het praktische geval, dus eigenlijk mogen we dit vervangen, als we dat even wegtekenen, mogen we hier een zenerweerstand, ZZ, en in ons geval was dat 7 ohm. En dan heb je ook nog een spanningsbron, die tegengesteld is aan de ingang, en in dit geval is dat eentje van 5,1 volt. Oké, die kniestroom, dat is eigenlijk de stroom die zo loopt, doorheen de schakeling, van plus naar min loopt de stroom. En dan gaan we kijken van, ja, wat is nu de spanning aan de ingang? Als we hier weten dat dit IZK is, dan kennen we de spanningsval over die weerstand. Dat is gelijk aan IZK maal 100 ohm. Dus in dat geval is de spanningsval over die weerstand 100 keren en die stroom is 1 milliampère. Dus is in dat geval 0,1 volt. Dan zoeken we nog de spanning over de diode. De spanning over de diode, wat is dat? Dat is 5,1 volt. Plus hier de stroom IZK. 1 milliampère keren 7 ohm. En zo kun je berekenen. Alleen, wat heb ik nu fout gedaan? Ik heb nu iets fout gedaan. Weet iemand wat ik heb fout gedaan? Ampère omvormen? Nee. Ik heb iets fout gedaan, wat jullie ook veel fout gaan doen. Dus ik heb een verkeerde richting, ook niet. Die 0,7 volt, ik heb nergens 0,7 volt gebruikt. Die 5,1 volt is fout. Was daar fout aan? Ik ga even een kleur aanduiden, of proberen een kleur aan te duiden. Ik kan op een of andere manier de kleur niet meer aanpassen. Maar die 5,1 volt, die is bij een stroom van 49 milliampère. Wij zitten bij 1 milliampère. Dus dan is uw zenerspanning ook lichtjes anders. En eigenlijk moeten we die terug gaan berekenen. En eigenlijk moeten we dan, mogen wij voor die VD te zoeken, moeten we eerst nog onze VZ gaan zoeken bij 1 milliampère. Hoe gaan we die zoeken? We wisten dat de zenerimpedantie is gelijk aan delta VZ gedeeld door delta I. Ja? In dat geval is dat bij ons 7 ohm. Delta V, ja, die zoeken we. Delta I is het verschil van 49 milliampère min 1 milliampère. Dus 49 milliampère min 1 milliampère. En daaruit haal ik dat eigenlijk onze delta V is gelijk aan 7 ohm keren 48 milliampère. En dat is, als alles goed is, dan moet ik even gaan spieken. ...0,336 volt. Wat doen dan de meeste studenten fout? Ik heb mijn delta VZ, dus de spanning over de diode is 0,336 volt. Nee, VZ is gelijk aan die VZ bij 49 milliampère plus de delta VZ. Maar in dit geval min, want dat is een kleinere stroom. Min,
wat ik hier allemaal aan het doen. Dus heb ik 5,1 volt min 0,336 volt. Dan is mijn nieuwe zenerspanning, hè, als er 1 milliampère doorloopt, is 4,76 volt. En daarmee mag ik wel aan de slag. Dus dan kom ik uit dat de totale spanning over mijn totale diode is eigenlijk de zenerspanning plus de stroom IZK keren ZZ is gelijk, en nu kunt je alles invullen, 4,76 volt plus 7 ohm keren 1 milliampère. En dan kom je uit op 4,76 volt. Dat eigenlijk de spanning... Oh, sorry. Ik heb een foutje gemaakt. Waar heb ik... 4,86 volt. Klopt, hè? Heb ik... Jawel. Ja, klopt. 4,86 volt is de spanning over de diode. En die samen met de spanning over de weerstand, die twee samen, dat kan dan in dat geval de ingangsspanning zijn. Want dat is gewoon de wetten van Kirchhoff. Dus in dat geval V in, als de stroom gelijk is aan de kniestroom, is in dat geval de som van beide. Is dus 4,96 volt, maar ik heb nog een fout gemaakt. Wat heb ik fout gedaan? Dat klopt. Die P-max die gaan we zelfs nodig hebben. Ik heb er een foto van 4,76. Dat heb ik hier. Hier, dit was niet juist. Die V-out, dit zou 4,76 en deze spanning is... 4,76 Ik ga helemaal opnieuw beginnen. Aan boord is dat veel gemakkelijker. Kan ik dat wissen in één keer? Alleen normaal kan ik dat zo wisselen. Ja, dan maar hier. Ik dacht het stap voor stap te doen. Maar hier staat het niet uitgewerkt. Maar hier de kniestroom. Dat was ik aan het zeggen. Die waren we eerst aan het doen. Als ik hier terug de tekening maak. Zitten nog altijd in dit punt. En V uit is de totale spanning hierover. En die V uit, die is... 5,1 volt min de delta VZ. Dat is eigenlijk omdat we bij 1 milliampère zitten. Moeten we eigenlijk die corrigeren, die 5,1 volt. En dan kom je eigenlijk als de uitgangsspanning over de diode, wat ik daar straks noemde VD, kom je uit bij 4,76 volt. Als je dan daar nog eens de 0,1 volt van VR bij optelt,
dan kom je uit dat je spanning V in dat geval, als we aan dit punt zitten, gelijk moet zijn aan 4,86 volt. En dan, Martijn, UP max, dat is eigenlijk het ander uiterste. Ja, dat is de IZ max. Die maximale stroom die wordt bepaald door het maximaal vermogen. Ja, dat is in dit geval 1 watt. En dat bepaalt dus eigenlijk, als je de maximale stroom bij 1 watt, hè, en je weet dat de spanning over de diode 5,1 volt is, hè, dan kom je eigenlijk een maximale stroom die daar kan lopen van 196 mA. En dat is eigenlijk de stroom die hier op deze afstand staat. En dan moet je eigenlijk juist hetzelfde doen als daarboven. Hè. V uit in dat geval is terug 5,1 volt, maar nu moet je niet meer ten opzichte van 1 millivolt, maar nu is die IZ max is 196 milliampère. Als je dat dan berekent, 196 min 49 is 147 milliampère, en dan komt eigenlijk dat je spanning over de diode 6,13 volt is. Dan heb je terug deze spanning. De spanning over je weerstand is in dit geval 100 ohm keren 196 milliampère loopt daar nu door. En dan is de spanning over die weerstand groter. En die twee samen, Vout max en de spanning over je weerstand, geven samen dat je in dat geval je ingangsweerstand, of je ingangsspanning 25,7 volt is. En wat zien we dus? In dit puntje is uw spanning aan de ingang maar 4,86 volt. In dit punt is uw spanning aan de ingang 25,7 volt. En een factor 5 groter. En toch blijft uw spanning maar redelijk relatief constant tussen de 6,13 volt en de 4,76 volt. Dan ziet je dat in die heel groot bereik, over dit grote bereik, blijft eigenlijk uw spanning over je zenerdiode nagenoeg constant. Sorry voor de verwarring hier, maar hopelijk is dit duidelijker. Moest dat nog niet duidelijk zijn, mocht je altijd het filmpje nog eens bekijken. En anders mailt je maar.